gasten vandaag zijn Gijs van der Sluis en Rob Vajant, ofwel de Jochies. En mijn naam is Rietje Barels. Vanuit het kleinhandelsgebouw in Sommelsdijk is dit de huiskamer. Lawaaierig zijn ze soms, ondeugend ook. Brutaal waar nodig, maar ook ontroerend. Met hun theaterprogramma Onbegrepen storten de jochies zich op de dementie. Welkom, heren. Dank je wel. Jullie zijn allebei werkzaam. Jij, nou, vertelde je me net voor de opname, niet meer. Maar toch in feite, ja, je hebt een zorgboerderij. Dus altijd nog, maar jullie waren altijd werkzaam in de ouderenzorg. Ja. En dan denk ik, en dan ga je in je vrije tijd ook alles nog doen. Ja, ja, in plaats van een andere hobby, dan denk ik toch nog alles voor de ouderen. Ja, maar ja. Ik zit in de ouderenzorg op het kantoor. Ja, maar goed. Ja, die hebt dus niet direct met die ouderen te maken. Ja. Maar, ik denk de zorg is eromheen. De zorg misschien nog wel veel meer. Ja. Want je wordt overal op aangesproken, denk ik. Komt een boel bekijken. Zeker momenteel. Ja. Ja. Absoluut. Maar wat maakt dan dat het voor jullie zo bijzonder is om al jullie vrije tijd ook nog door te brengen met ouderen? Ja, momenteel is het mijn werk, zeg maar. Ik heb een zorgboerderij met heel veel ouderen, over het algemeen. Alleen dus, overdag is dat dagzorg? Dus dagzorg, ja. Dagbesteding. En ja, dat maakt, het werk maakt het heel leuk, zeg maar. Maar ja, het is natuurlijk ook leuk om op een andere manier met partners en mantelzorgers bezig te zijn. En dat is waar we nu mee bezig zijn. Een liedje zingen of een theaterprogramma maken is natuurlijk iets heel anders. Het is voor jezelf een hele andere activiteit. Ja, maar aanvankelijk, want ik weet dus, jullie zijn eerder bij ons geweest, november 2010. Mm-hmm. Zo, mm-hmm. En toen hebben jullie vooral oude, heel herkenbare liedjes gezongen. Ja. Dat was destijds, dacht ik, omdat we allemaal weten, mensen die gaan dementeren of dementerend zijn, die herinneren zich de oude liedjes. Ja klopt. Ja. Dus dat deden jullie destijds. Maar dat wil niet zeggen dat je automatisch dan doorgaat met een project. Nee, dat komt door hem eigenlijk. Ja. Hij gaat altijd maar door. Hij verzint altijd wat nieuws. Ja. En jij vindt dat vervelend? Nee, ik ga daarin mee. Soms vind ik het wel vervelend hoor. Nee, maar dat was destijds zo. Dat jullie dus echt allemaal de herkenbare liedjes zongen. Ja, dat doen en we nog steeds. Doen we nog steeds? Ja. En dat nog steeds op aanvraag overal? Programma's. We hebben nog steeds programma's voor ouderen, zeg maar, in verpleeghuizen, verzorgingshuizen. En, maar goed, dit is er dan bijgekomen. En dit is ook leuk om, om gewoon op te pakken. En nu dien je een wat bredere doelgroep. Dus niet alleen de ouderen en niet alleen dementerende, maar ook hun partners, hun mantelzorgers. Ja, maar ik las ook dat jullie en professionals. Ook, ja, ik wil net zeggen, verzorgers en de zorgcentra, ziekenhuizen, maar ook studenten van welzijns- en zorgopleidingen. Ja, we zijn echt aan het schudden. Ja. Nou, is nodig tegenwoordig, denk ik ook. Ja. Laten we eerlijk zijn. Ja. Er is genoeg te doen, genoeg zorgen om die ouderen. Ja. Ja. En dan denk ik, als je afhankelijk bent van anderen. Mm-hmm. Ik hoorde jullie daar straks bij de repetitie een beetje en dan krijg ik gewoon de kippenvel van. Ze zoekt haar moeder. Vluchten kan niet meer, vluchten naar de moeder. En dan denk ik, dat is gewoon zo. Ze zoeken mama en papa weer op. We hebben zaterdag in december hebben we een show gedaan voor theaterstuk gedaan voor het Alzheimercafé in Zierikzee. En daar zitten dus, dat is een heel divers publiek. Daar zitten zorgprofessionals, daar zitten dementerende met hun mantelzorg al dan niet. En mensen raken geëmotioneerd. En de ene scène die raakt de een. En de andere scène raakt de ander. We doen verschillende aspecten. En dus heel erg van je eigen situatie af. Wat jou raakt. Ja, maar wat mij vooral ook aansprak. Dat was bijvoorbeeld onder de titel Onbegrepen. Voeren jullie korte sketches op. Waarin jullie ingaan op bijvoorbeeld een partner of zo. Maar dan denk ik dat onbegrip is er waarschijnlijk aan twee kanten. Mm-hmm. Want ik snap niet helemaal waarom jij mij niet volgt. Gewoon, als gewoon mens. Ja. Mm-hmm. En die dementerende. Mm-hmm. Die wordt ook niet begrepen. Dus je krijgt denk ik dan enorme conflicten. Ja, dat kan. En daar hebben jullie dan
Een sketch over? Ja, dat hebben wij in verschillende scènes neergezet in ons stuk Onbegrepen. En daar hebben we in ieder geval 7 scènes neergezet. En die scènes die komen voort vanuit mijn praktijk. Ik heb jarenlang mensen het maatschappelijk werk gedaan voor mensen die ook dementerend zijn. En voor mensen die die dementerende ook verzorgen. En dan doe je heel veel huisbezoeken. En ik ben een tijd als case manager werkzaam geweest. Ja, wat is nou... ja. Ja, dat is voor jullie werken ermee. Voor jullie is het waarschijnlijk heel logisch, een case manager. Ja. Ik weet niet wat het is. Ja, ja, dat zijn mensen die, alle zorg rondom de dementerende persoon... En zijn mantelzorg, zijn partner, zeg maar, gaan regelen. Oh, ik dacht dat dat eigenlijk meer jouw werk zou zijn. Nou, ik schrijf op dat we dat doen en hoe we dat doen. Ja, hij maakt het beleid. Dus wat de mantelzorgers of alles om een dementerende persoon doen, dat gaat naar jou en daar jij beleid op los? Of wat doe jij dan? Ik schrijf beleidsstukken. Hè? Maar dus je hebt iemand die dementeert, maar is toen een tijdje zo'n reclame geweest van Sieren, hij leidt eraan, zij heeft het of zoiets. Want het is bij dementie echt zo, net wat je net zelf zei, ja, die persoon is dement, maar... Die ander moet daarmee omgaan. Dus daarom hebben ze, nou, het is natuurlijk een bedachte term, case manager. Dus dan gaat er iemand die heel veel weet van de ziekte, maar ook veel weet van de sociale kaart. Dus wat is er allemaal mogelijk voor zorg? Want A, die dementerende moet geholpen. Hij dementeert nog niet hoor, kijk hem aan. Maar die moet geholpen, maar ook... Wat denk ik? Maar waar je mee omgaat, word je mee besmet. Ja, daarom. Ja, maar ook die mantelzorger. En misschien wel een dochter of een zoon die het niet begrijpt. Ja. Dus die case manager die kijkt met een brede blik. Die heeft ook overleg met de arts. Met de neuroloog, met alle deskundigen. Ook met welzijnswerk, is het wat om meneer of mevrouw een dagje naar de dagbesteding te doen, zodat de partner een ochtendje rust heeft, snap je? Die case manager die probeert te kijken, hoe kunnen we iemand die dementeert, toch zo lang mogelijk in zijn eigen thuissituatie houden. En daar heb je natuurlijk de mantelzorger voor nodig, familie en mantelzorgers. Ik heb daar een enorm respect voor. Ja. Als ik toch hoor dat ze 5 keer, 6 keer op een nacht naar bed uit worden geroepen, omdat de partner onrustig is. Of inderdaad zegt van, ik wil naar mijn moeder. Mijn moeder ik heb mijn moeder al lang niet gezien. Mm-hmm. En dan is die mevrouw in de 80. Mm-hmm. Mm-hmm. Ga daar als partner van dik in de 80 ook maar mee om. We hebben ook een scène van een zoon die zijn vader eigenlijk steeds test. Die vader is dementerend en die zoon zit maar aan die man. Die wil natuurlijk dat zijn vader blijft. Ja, ik wil net zeggen, die probeert misschien om dat wat hij weet nog maar vast te houden. Ja. Als maar, je elke dag oefent, dan weet hij dat nog. Ja, maar het is een ziekte. Maar dat werkt niet meer. Nee. Dat is de ziekte. En het wordt steeds erger. Het wordt steeds erger. Ja, en die tast gewoon de hersenen toch aan. En dat zijn dingen die niet meer mogelijk zijn. Nee, maar ik ben dus bij een stel geweest, een tijdje terug. En we zitten, naar mijn gevoel, heel normaal te praten. Ja. En haar man die gaat naar de keuken om koffie te zetten. En ze zegt ineens tegen me, hij zegt dat hij met me getrouwd is. Mm-hmm. Ken die vent helemaal niet, wat moet ik ermee? Ja. Kan jij hem meenemen straks? Ja. En ik dacht dat ik een heel normaal gesprek met haar had daarvoor. Ja. En dan ineens krijg je dat. Hoe moet je daar dan mee omgaan? Ja, dat is moeilijk, maar ik zou dan... daar wel serieus op ingaan van, goh, en hoe komt dat dan? En, ik heb gevraagd, wie heeft hem naar binnen gelaten bij jou? Ja, ja. Maar ik dacht, ik heb een normaal gesprek, dacht ik. Ja. Maar dat zie je dus heel vaak, hè, wanneer begint het? Kijk, je bent dement als er zo'n dokter heeft gezegd dat zo is. Hè, Maar daarvoor dingen vergeten, dat zeggen we tegenwoordig allemaal, iedereen vergeet wel. Ja, maar ik denk dat je het heel mooi beschrijft, zo'n situatie die jij nou beschrijft. Je denkt dat je een normaal gesprek hebt en er gebeurt iets en opeens word je aangesproken op een manier waarvan je denkt, wat gebeurt er nou? Ja, en het gekke, hij komt terug met die koffie en ze doet weer heel aardig tegen hem. Ja. Nou weet je... Het was zo'n idioot. Ja. Ik denk dat het is heel mooi, want je hebt zeg maar een neuroloog verteld, zeg maar, die geeft de uitslag van een diagnose, zeg maar. Die gaat dan wat vertellen van wat er dan gebeurt in je, maar die geeft er geen boekje bij van kijk, en zo moet je nou met je partner of met je vader of met je moeder omgaan. Daar is geen beschrijving, geen gebruiksaanwijzing. En het verschilt ook per cliënt. De ene cliënt dementeert vrolijk. Mm-hmm.
dat is wordt een gezellig iemand. Ik heb laatst van een vriendin gehoord, die had altijd best een moeilijke relatie met haar moeder. En in de jaren dat ze... Verzachtend. En... werd het een hele lieve vrouw. Ja. Ja. En je een ander wordt heel, heel opstandig. En dat kan je van tevoren niet, niet weten. Nee. Nee, maar wat mij ook opviel in jullie folder... Uh-huh. Jullie gaan even kijken hoor, waar het stond. Dan denk ik, ze vergeten dus een heleboel. Uh-huh. Waar stond dat nou? Nou goed, ze vergeten een heleboel, maar wat me dan ook opviel net, dat bijvoorbeeld seksualiteit of bepaalde dingen, wat was het nou nog meer? Hier staat het. Thema's als draaglast, euthanasie, seksualiteit, gemis en achteruitgang, die brengen jullie dan op een luchtige en soms humoristische wijze aan de orde. Ja. En dan denk ik, hoe kan het nou? Ze vergeten bijna alles, ze weten nauwelijks nog wie ze zijn. Die seksualiteit blijft gelukkig, denk ik. Een oerdrift, hè? Blijft gewoon bestaan. Ja. Maar dat lijkt me verdomde moeilijk voor je partner. Ja, jammer zeker. Dat is heel moeilijk. Ja. Want het is je partner niet meer. Nee. Ik heb wel eens in een verpleeghuis gewerkt waar een man op bezoek kwam bij zijn vrouw. Of andersom, een vrouw die kwam op bezoek bij... En die man die ging altijd voelde in haar jurk aan haar borst. Mm-hmm. Ja, en die mevrouw... Ja. Die liet dat maar even gebeuren, maar... Ja, maar als je eigen partner is, nou vooruit. Ja. Maar wat je ook hoort, dat ze verkering krijgen met een ander in het verzorgingshuis. Ja. En dat is heel moeilijk. Dan kom je daar toch, en dan moet je er ook maar mee om kunnen gaan. Nou ja, en dat is ook iets wat wij wel ook aandikken in het stuk. Hè. Dat daar weinig begrip nog steeds, hè, nu nog steeds, weinig begrip voor is. Hè. We praten er wel over, maar er wordt dat toch heel lacherig over gedaan in die zorgcentra. Echt waar? Ja, lachen? Ja, nog steeds. Nog het is steeds. Moeilijk om ermee om te gaan. Hè? Ja. En wij hebben zoiets van, nou, laat het maar zien dat het zo gebeurt. Ja, juist, en dat, hè, en ja, ga daar maar een weg in zoeken. En dit is niet bij elk zorgcentra zo. Het is ook, verschilt natuurlijk wel, maar... Het gebeurt dus nog steeds en wij hebben zoiets van, hoe is dat nou mogelijk dat het nu nog steeds, dat er nu nog steeds lacherig over gedaan wordt, dat er nu nog steeds krampachtig met die seksualiteit omgegaan wordt. Geef het een plek, maak het bespreekbaar met de partner, maak het bespreekbaar met de omgeving, maak het bespreekbaar op zo'n afdeling, vaak is het ook kleinschalig. Want dat raakt jou als verzorger ook, hè? Ja. Het gaat ook over hoe jij omgaat. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat als het je vader of je moeder is, dat je het ook heel moeilijk vindt. Want dat wil je al niet als alles normaal is. Ja. Ja. Als we een normaal gesprek hebben, dan wil je het niet weten van je ouders of wat. Ja. Nou is een van je ouders is dementerend en nou zou je het er nota bene over moeten hebben. Ja. Dat is toch ook heel moeilijk? Dat is heel moeilijk, ja. Maar hoor. Want ik heb dus begrepen dat jullie op een heleboel onderwerpen weten jullie dan, jij hebt een aantal teksten aangepast. Nee, dat heeft Gijs gedaan. Ik heb de scènes geschreven vanuit mijn werk, zeg maar. Ja, dat is, En jij Gijs hebt de teksten aangepast van de liedjes. Ja. Maar hoe vind je in hemelsnaam liedjes die op een situatie passen? Mm-hmm. Of waar je een andere tekst op kunt... Uit dat repertoire wat we al hadden. Hebben we zitten kijken van wat past erbij. We hebben naar de scènes gekeken van waar gaat de scène over, wat voor liedje past daarbij. En dan keken we naar die liedjes en dan, de meeste liedjes gaan natuurlijk over de liefde. Ja. Dus hier en daar moet je toch dan even kijken, kan ik daar een stukje van de tekst of meer van de tekst aanpassen. Zodat maar dit is bijna een verloren liefde. Maar heel veel liedjes gaan ook over afscheid nemen, over afstand, over Want jullie gaan het ook hebben over euthanasie en zo. Ja, het grappige is, wij geven niet alle antwoorden. Wat wij doen is we suggestie geven. Nou, wij brengen de thema's naar voren die spelen. En er is natuurlijk altijd heel veel aandacht voor hygiëne, voor medicijnen, voor allerlei medische dingen. Veilig, hè? Ja, moet ook gebeuren. Juist, hè? Maar dat moet ook gebeuren. Maar al die andere dingen zijn er ook. Hè? Nou, en als je die nou maar verliest in die, dus onze andere zaken, dan... dus bijna een scène. Het zit letterlijk in de scène, deze tekst. Nee, maar we doen die show, die duurt ook maar een uurtje. Of misschien wel minder. Maar het is ook bedoeld om daarna het gesprek te voeren. Ja, dat begrepen. Jullie nemen daarna gelukkig nog de tijd om dan de dingen te bespreken. En is het niet dat wij het allemaal weten? Mm-hmm. Wij weten het.
Ik al helemaal niet. Ja. Nee, dat maar door theoretisch iets aan te dragen, ja, gaat een ander misschien nadenken. En denkt, ja, er, oh ja, ja, nou, nou, ja, ja. En als het een beetje mee zit, kom je met de zaal in gesprek. Ja. Dus, zeker ja, als daar ervaringsdeskundigen zitten. Ja, maar je zei bijvoorbeeld, oh, jullie zeiden ook, dat er zitten mensen met dementie, ja, en hun mantelzorgers, ja, zitten in de zaal. Ja. Nou, die mantelzorgers zul je wel bereiken. Ja. Maar worden die dementeren, misschien niet allemaal, vinden misschien het luisteren mooi naar de liedjes, ja, worden die dan niet onrustig? Want die snappen toch niet wat jullie... Die snappen toch niet wat jullie... Als jullie iets met een psychiater of een, of ja, een arts doen. Ja. Ja. Dat snappen nou, ze waarschijnlijk niet. Misschien of? Niet. Nee, sommige mensen niet, maar dan is het meer het gevoel, zeg maar, wat overblijft. En, vind ik leuk om te kijken. Vinden mensen leuk om te kijken. Sommige dingen herkennen ze wel. Maar kijken, en je hebt natuurlijk ook licht dementerende mensen. Hè? Ja. Die net gediagnosticeerd zijn. En die zie je dan ook, zeg maar, in zo'n zaaltje zitten. En die begrijpen nog heel goed waar je het over hebt. Ja. Nou ja, dat is denk ik, wat en, ik dan wel eens gehoord heb, dat dat ontstellend verdrietig is. Want ja, als een licht dementerende zich realiseert dat hij ja, dat heeft. Ja. Ja. Dat hij dat verlies ja, leidt, ja, dan ja, is dat ja, vreselijk. Die kunnen ja, intens verdrietig zijn, ja, heb ik begrepen. Maar de licht dementerende lijkt alsof dan de problematiek heel licht is, maar die is heel zwaar. Ja. Nee, ik denk juist, ja, omdat hij ja, ze realiseert. Ja, exact. Ja. Ja. Ik denk dat als je ja, eenmaal een heel eind weg bent, ja, dan... Ja. 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 Maar juist als je begrijpt... Ja, dat soort discussies hebben we gevoerd, van ja, licht dementerend, wat is dat nou? Ja. Ja. Maar dat is eigenlijk heel zwaar. Ja, dat is ja, alleen, zwaar voor alleen de omgeving. Als je aan het begin van het proces zit, dan... Hè, kijk, iemand die heel ver in het proces is, zwaar dementerend, ja, daar is ook weinig communicatie. Ja, dan ben je de greep waarschijnlijk kwijt. Dan ja, ga je maar mee ja, met zoals het verloopt. Ja. Die ja, en die mensen zien wij ook niet in nee, het zaaltje zitten, nee, zeg maar. Dat nee, zijn toch ook algemeen de lichte dementerende mensen die nog met hun partners een Alzheimer café bezoeken bijvoorbeeld. En die daar dan nog naartoe kunnen gaan. En ja, die vinden het leuk om ja, dan, daar dan toch te zijn, zeg maar. Ja, ik weet ook één verhaal, die gaat over een dagbesteding. Maar die zegt dat ze kunnen niet zonder me. En dan denk ik, wat een geluk. Grappig, hè? Ja. Wat een geluk als je op die ja, manier... Ik moet echt gaan, hoor. Want nou, ze kunnen niet zonder me daar. Dat is toch mooi? Dan denk ik, nou, wat fijn ja, dat je zo nodig bent mm-hmm, nog. Ja. Mm-hmm. Als je dat idee hebt. Ja. Ja. Jullie proberen ook de mensen in beweging te krijgen. En dan denk ja, ik dat je niet bedoelt dat ze oefeningen gaan doen. Maar ook. Ja, hoor. Ja. Oké. Okay. Ja, want wij krijgen dus een zaal, zeg maar, in beweging. Kijk, het, ja, jullie hebben destijds mij in ja, beweging nou, dat gekregen. Nou, ja, dus het, nou, als het bij jou lukt, dan zou ik dankjewel. Nee, kijk, het blijkt, er komt natuurlijk steeds meer informatie over dementie. Hè? Het is een steeds groter probleem, maar er wordt ook steeds meer onderzoek naar gedaan. Nou, hoe heet die meneer, professor Dr. Scherder dat? Scherder. Hè? Ja. Nou, die heeft er een heel programma over gemaakt. Nou, ja, het programma maar over die bewegen. Zegt ook bewegen is dus om als je... Als je het wil voorkomen of als je het eenmaal hebt, als je het wat wil vertragen, want beter wordt het niet. Ja. Bewegen is blijkbaar heel erg belangrijk. Kijk, op allerlei gebieden. Jullie moeten gaan optreden. Oh, goed zo. Onze tijd zit erop. Oh, okay. Mooi zo. Ja. Nee, maar het is wel, ik denk inderdaad wel, als je zegt bewegen, ja, ik vind het niet leuk, nee, maar normaal gesproken... Ik ga elke morgen en dan denk ik, oh, ik zet mijn wandelschoenen elke avond neer. Ja. En als ik dan opsta, dan zie ik die krengen staan en dan denk ik, oh, ik moet weer. Ja. 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 Blijven doen. Gewoon met het idee van, ik wil mobiel, ik wil actief blijven. Mm. Ja, dus dat doen jullie ja, ook. Ik moet het woord aan jullie laten, ja, ik mag niet meer. Oh, nou. Nou, succes, heren. Dankjewel. Dag, dokter. Wat fijn dat we nou zo snel aan de beurt zijn. De vorige keer moesten we wel een uur langer wachten, het was zo druk in de wachtkamer. Dag, dokter. We zijn zo blij dat mijn man nu door een echte neuroloog onderzocht is, dokter. Ja, die geriater van laatst, daar had ik het niet zo op. Dokter, er zijn allemaal testen van mijn hoofd gemaakt en foto's van mijn hersenen. En ik wilde vragen, is er... Zijn de uitslagen van de onderzoeken binnen, dokter? Ja, ik tast volledig in het duister. Er is van alles met mijn man aan de hand, maar ik kan het geen naam geven. En dan begrijpt je omgeving je niet, als je zegt hoe zwaar je het hebt. Beginnende Alzheimer, dokter. Maar daar schrik ik toch wel van. Wat bedoelt u met een beginnende Alzheimer, dokter? Dan wil ik nog wel eens een gevorderde zien. Hij kan niets meer. Nou, dat valt toch wel een beetje mee, hè? Want hou stil, ik sta overal alleen voor. Ik moet alles van hem overnemen. Hij kan nog geen aardappel schillen. Nee, maar omdat ik me nooit met het eten mocht bemoeien van jou. Dokter, hij staat de hele dag zijn auto te poetsen. Of hij helpt de buren met klusjes in de tuin.
En hij zet de vuilnisbakken van de buren buiten. En dan vergeet hij die van ons. En dat moet ik dan weer doen. En hij is ook de hele dag op stap, dokter. Dokter, er is weinig gezelligheid meer aan. Ik kom eigenlijk altijd op de laatste plaats. Nou moet je niet zo overdrijven, hè. Je wilde toch ook nooit mee, hè. En als ik vraag van wil je mee, dan is er altijd wel weer wat om... Dokter, ik weet niet zo goed wat ik met hem aan moet. Dokter, wat is nou precies een degeneratief proces wat onomkeerbaar is? Nou, dat je hersenen achteruit gaan, dat het niet meer betert en dat ik straks met een halve man zit. Dokter, ik moet alles voor hem vertalen. Maar dokter, ik zou graag nog even... Hou even stil, hè. Ik moet nu voor twee denken. Dokter, en anders weet ik het niet meer als we zo thuis zijn. Dokter, ik heb gehoord dat als mijn man nog lastiger wordt, dan kan die toch naar zo'n speciaal tehuis? Nou, daar ben ik toch zeker nog lang niet aan toe. Maar hè? Dat is toch gezellig, joh. Daar zitten allemaal mensen zoals jij. Mag je fouten maken zonder dat iemand zich eraan stoort. Ze doen allemaal gezellige activiteiten. Je wordt volledig verzorgd. Het is eigenlijk net een hotel. Ja, alleen je komt nooit meer thuis. Doe nou niet zo negatief. Dat doet hij nou altijd, hè, dokter. Als ik het over zijn ziekte had. Ja, ik kon het natuurlijk nog geen naam geven. Maar ik zei altijd maar, je bent ziek. Maar nu ik weet dat hij zwaar Alzheimer heeft... Maar de dokter zei net dat ik een beginnende Alzheimer... Klaar. Dag, Manus. Wat wil je drinken? Nou, doe mij maar een... Biertje? Nee, een... Citroentje? Nee, joh, een borreltje? Ja, doe mij maar een borreltje, ja. Borreltje voor Kees. Zo, jongen. Hoe is het met je? Nou, ik mag niet klagen, maar... Niet best. Nee, nou. Mijn vrouw is onlangs op... Gedirkt? Nee. Opgebaard? Nee, joh. Opgenomen? Ja, ze is opgenomen in een... Secte? Nee. In een zangkoor? Nee, joh. In een ziekenhuis? Nee, joh, in een verpleeghuis. Oh, een verpleeghuis. Ja, ze is opgenomen in een verpleeghuis. Ja. Ja, ze vergat alles, hè. Ze kon niet meer goed uit. Plassen? Nee. Huilen? Nee, joh. Schreeuwen? Nee, uit de woorden komen, joh. Oh, uit de woorden komen. Ja, oh. Ze kon niet meer goed uit de woorden komen. Ze zei steeds hetzelfde. Hè? Hetzelfde dus. Maar de dokter zegt tegen mij in tegendeel, jij bent heel Spannen? Nee, Groot geschapen? Nee, joh. Gekompen? Nee, joh. Gezond. Oh, gezond. Ja, jij zei de dokter, je bent heel gezond voor een man van... 90? Nee, van mijn leeftijd. Oh, oh, ja. Ik was toch wel blij dat ik dat hoorde, hoor. Ja, zeker. Nou, ik ben altijd wel blij als het goed is. Ja. Maar zegt hij, het gaat niet goed met je... Benen? Nee. Met je rug? Nee, jongen. Met je hoofd? Nee, met je vrouw. Oh. Het gaat niet goed met je vrouw. Oh. Ja. Hij zegt, ze is compleet gestoord. Nee. Geschift. Nee, joh. Geschuffeld. Nee, joh, gespannen. Ze zegt ze moet meer ontspannen. Oh, ja. Dus hij zegt ze moet meer ontspannen. Dus ik heb hem meegenomen naar Mankari. Mankari? Ja, Mankari. Die hokt met Scheleriek. Oh, Scheleriek. Ja, Scheleriek met die naakte... Billen. Nee. Benen. Nee, joh. Boezem. Nee, met die naakte kat, weet je wel. Die hebben een kat zonder haar, een naakkat. Gezellig. Ja, het was wel gezellig. Ja, het was gezellig. Maar ze werd compleet gespannen van de hele situatie. He, ze raakte volledig in paniek toen ze thuis kwam. Ja, ze zag overal die naakkat lopen, weet je wel. Ja. En die begon tegen haar te praten en zo. Hallucinaties, zegt de dokter. Dat hoort bij de dementie. Oh. Ja, nou, ik werd er helemaal gek van. Ja. Ik kon er niet meer goed tegen. Hè? Nee. Want ze begon me kopjes te geven, te miauwen tegen me. Leg dat maar eens uit als je visite krijgt. Hè? Ja. Dat was het dan weer voor deze week. En volgende week ben ik terug met andere gasten en een ander onderwerp. En als u thuis nu denkt, ik heb een activiteit, een hobby... of een onderwerp waarover ik graag eens met haar van gedachten wil wisselen... neem dan contact met ons op. Dat kan via huiskamergo@kpnplanet.nl. Deze uitzending is terug te zien via Slogo... maar ook via Ziggo kanaal 36 en KPN kanaal 1371...
En daarnaast alle voorgaande uitzendingen natuurlijk via www.huiskamervanflakkee.nl en ook via mijn eigen Facebookpagina. Graag de volgende week. Dag!